Politici Fred Teven en Ivo Opstelten zijn opgestapt nadat bleek dat ze niet helemaal eerlijk zijn geweest over een gelddeal van een aantal jaar geleden. Nu blijkt dat Fred Teven terugkomt in de politiek, maar in een andere functie. Wij zijn benieuwd wat de Tilburgers hiervan vinden. Want de vraag van deze week is, verdient een politicus een tweede kans? En nu blijkt dus dat Teven weer terugkomt in de politiek. Hij is opgestapt een week geleden. Hij komt nu weer terug in de politiek en wel in een andere functie. Wat vind je daarvan? Ja, daar heb ik eigenlijk niet geen mening over. Prima. Prima. Ik ben van de VVD, dus ik vind het prima. Maar wat vindt u daarvan dat hij heeft gelogen? Dat hij gewoon de Kamer heeft voorgelogen? Ik weet niet dat hij heeft gelogen. Daar gaan zoveel verhalen over dat ik er eigenlijk geen mening over kan vormen. Dat vind ik niet goed. Nee, hij voldoet gewoon niet en dan gaan ze hem alsnog via een omweg weer terughalen. Vind ik niet goed. Ja, als al die mensen dat goed vinden. Want hij is opgestapt toch omdat andere mensen het zo slecht vonden wat hij had gedaan. Maar als andere mensen het gewoon accepteren, ja, dan vind ik het ook prima. Ja, wat mij betreft kan dat wel. Ik vond hem sowieso wel een betrouwbare man. En ja, goed, die zaak was iets van 15 jaar geleden of heel lang geleden. Dus dat is ook een beetje verlopen wat mij betreft. Nee. Dat lijkt mij niet reëel, want als het volk eenmaal het vertrouwen is kwijtgeraakt in diegene, dan is het toch wel lastig om, om diegene dan weer in de politiek werkzaam te zien. Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat dat kan en ik vraag me af of dat wel goed is voor de politiek, maar ja, verder weet ik het eigenlijk niet. Ja, prima, weet je. Dat is allemaal goed. Als je dat graag wil, dan En de VVD die staat er open voor, dan is het prima. Nee, vind ik niet. Ik vind dan gewoon meer dat het een grote lafaard is. En dan vind ik gewoon dat hij verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn fouten, voor het liegen. Denkt u dat zo'n man nog een kans verdient in de politiek? Ik denk dat hij de politiek verkloot heeft. Nou, misschien na verloop van tijd wel, maar niet meteen. Nee. Nou, ik denk dat er eerst een en ander uitgezocht moet worden voordat hij terug mag komen. Ja. Het ligt eraan, als je zo'n belangrijke baan hebt, denk ik dat je dan een hele grote fout hebt gemaakt. En dan weet ik niet of een tweede kans nog erin zit. Ja. Ja. Het ligt er ook aan wat je precies gedaan hebt. Maar als het puur uit eigen belang is geweest, en als het om, als het criminele activiteiten en zo zijn, dan denk ik wel echt van, dat is geen politiek. Of dat is het blijkbaar wel, maar dat vind ik, ik vind dat niet.